Helene is er, Rox is er en Merel EK is er ook. Die heeft er zin in, hè, Merel? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Maar ik vind wel dat we nu met 3 vrouwen aan ons kwotum zitten, hoor. Nou, dat denk ik ook. En wat ik je van de week al zei, Tina Nijkamp maakt zich nu zorgen. Hè. Nu storten die kijkcijfers helemaal in, natuurlijk. Want wordt die ordinair? Of zou het toch ordinair kunnen worden? Nou, als het aan de dames ligt, wel. Ik heb net blozend in mijn kleedkamer gezeten. Ja, dat is wel waar. Ik kon horen wat ze allemaal zeiden. Ja. Dat was heel ordinair. De discussie, ik zal het maar eerlijk opbiechten. Ja. De discussie ging het van... als je een man gaat pijpen, moet hij even zijn lul wassen... want anders smaakt hij naar pis. Dan zit je een programma voor te bereiden. Het werd wel iets anders geformuleerd. Nee. Dit was precies zoals het ging. Ja, hij heeft wel gelijk. Maar hoe was ja. het volgens jou geformuleerd dan, Rox? Nou, het ging erom... Het was meer de vraag... Dat je kan proeven als de piemel smaakt naar pis. Dat was het gesprek. Ja, mijn god, zeg. Ik hoop dat jij hem wel was. Ja, dat is het niveau waar... En dan worden wij hier altijd weggezet als... Ik moet zeggen, ik heb er nooit last van gehad. Totaal niet. Nee, maakt jou niet uit natuurlijk. Nee, maar René, je weet het toch dat... Piet Romein die hing hem altijd in een glas jenever eerst. Ja. En die vrouw is alcoholiste geworden. Ja. Ja.